Ja. Ja? Oké. Okay. Ik ben Jarle de Bakker en ik sta in het eerste leraar in basisschoolcentrum. Ik ben hier gestart met een doorschuifsysteem. Eigenlijk nog maar in oktober ben ik daarmee gestart. Omdat ik in september het wel moeilijk vind om meteen zo een doorschuifsysteem te verzinnen. Omdat ze eigenlijk nog heel jong zijn en omdat ze de werkboeken nog moeten leren kennen, ben ik daar eigenlijk in oktober mee gestart. Ik start mijn dag met twee instructies. En eigenlijk starten we in de kring en dan geef ik twee instructies over taal en over rekenen. Ja, dat zijn korte instructies, dat is niet heel lang. Dat is echt zoiets op spelen of iets herhalen. Of een keer iets zeggen van, ah, daar moet je echt de aandacht op bewaren. Vooral voor die sterker dat die dan daarna zelfstandig aan de slag kunnen. En dan gaan we gaan zitten op onze plaats, of de instructie was op de plaats, dat kan ook. En dan mogen ze eigenlijk zelf een liedje kiezen. Dus ik ga de klas weer stappen, dus als ze vandaag was en staan Vins bijvoorbeeld, en die mag een liedje kiezen. En dan zet ik de muziek op en dan beginnen we door te schuiven. Ik heb gekozen voor een liedje op te zetten, omdat ik vind dat kinderen van het eerste leren wel nog veel mogen bewegen. En ze komen dan van die instructies, dus ze zullen weer even zitten en dan mogen ze eigenlijk weer rondlopen. Dus ze moeten dan zelf naar de plaats gaan waar ze moeten zitten. En wij hebben zo'n schemaatje uithangen waar ze naartoe moeten. Dus ik werk met beren, zebra's en leeuwen, dat zijn mijn drie niveaugroepen. En dan weten zij, oké, de beren moeten eerst naar de blauwe cirkel. Ze weten ook, daarnaast hangt op wat dat zij eigenlijk moeten doen. Dus dan zien ze, oké, in de blauwe cirkel heb ik mijn ik-ben-schriftje nodig. En dan gaan ze naar hun vakje. Ze hebben allemaal een vakje, dus eigenlijk een bureau. En dan nemen ze het daaruit en dan weten ze, oké, ik heb dat hier nodig. En dan starten we eigenlijk met doorschuiven. Dus dan zet ik de muziek af, dan moet het eigenlijk normaal gezien stil worden. In de gele groepen geef ik dus instructie, allez, verdere instructie over wat we gaan leren. 14 plus 4. Als ik niet weet wat ik moet doen, hoe kan ik het dan gemakkelijker maken? En dan, als ik daarmee klaar ben, probeer ik ze een deel zelf aan de slag nog te laten gaan. En dan ga ik bij de andere groepen kijken. Hebben ze nog vragen? Is er iets moeilijk? Dan ga ik een keer kijken. Meestal is het in de groene groep iets creatiever, zal ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld met Lego bouwen. Dan ga ik een keer kijken van, amai, wat heb je gebouwd? En hoeveel blokken heb je daarvoor gebruikt? Dus dat ik wel effectief vragen stel. Of met Smart Games van, amai, je bent al zo ver geraakt. Mm-hmm. Dus die dingen, want dat vinden ze wel leuk in een eerste leerjaar. En in de groene groep, dan mogen ze eigenlijk kiezen waar ze zitten. Ik heb een groene tafel, maar ze hoeven daar niet op te zitten. Ze mogen op de vensterbank zitten, ze mogen buiten zitten, ze mogen in de kring zitten, ze mogen overal zitten waar ze willen. Ja. Hier in de blauwe groep werken ze zelfstandig. En dan is het eigenlijk weer na 20 minuutjes ongeveer afronden en dan zet ik weer een muziekje op en dan moeten ze alles opruimen en dan alles terug wegsteken en dan kunnen zij kijken, oké, waarom moet ik nu weer hetzelfde ritueel, alles uit het vakje halen, naar de juiste plaats gaan, een keer iets zeggen, een keer iets rondlopen. Het is ook de bedoeling dat dat zo rustig mogelijk gebeurt, het is niet dat ze moeten beginnen roepen. En dan gaan we weer van start en zo draait dat eigenlijk door en ik doe dat eigenlijk bijna een hele voormiddag lang. Dus dan kan ik eigenlijk drie keer goed doorschuiven en aan het einde van het doorschuiven dan ruimen ze alles mooi op. Dus dan mag er niks meer liggen en dan gaan we allemaal naar de kring en dan bespreken we eigenlijk wat dat we gedaan hebben in de groepjes. Dus dan mogen ze iets vertellen. Uiteindelijk hebben zij ook nu met dat doorschuiven en de instructie en het ontspannende en het spelend leren. Dus daarvoor heb ik voor dat systeem gekozen. Ja. Ze hebben ook niet door, denk ik, in welke groep dat zij zitten. Omdat zij komen alle drie bij mij. En het hangt af van de instructie dat ik geef, het verschillende niveau. Dus bij de ene geef ik veel langer instructie, bij de ene doe ik veel meer oefeningen samen bijvoorbeeld. Of ik blijf veel meer bij hun. Buiten mij die sterker laat ik sneller los. De sterkere groep komt als laatste bij mij en dan zitten ja, zwakkere, ik gebruik dat woord niet graag, maar minder sterke groep zit dan aan de zelfstandige tafel, dus dat ze eigenlijk volledig alleen moeten doen. En dan, als zij in de instructiegroep zitten, de sterkere, dan kan ik sneller zeggen, oké, ik laat jullie los. En dan kan ik veel sneller een keer bij de kinderen die het moeilijker hebben, een keer gaan kijken, oké, wat loopt er hier goed, wat loopt er nog minder goed, waar heb je hulp bij nodig. En zo kan ik dat draaiende houden. Want anders heb je soms handen tekort, maar doordat ik dat eigenlijk zo in elkaar gestoken heb, dat de sterker als laatste bij instructie komen en dan de kinderen die het moeilijker hebben in de meest zelfstandige groep, dan kan ik eigenlijk mij goed verdienen. Eigenlijk is het ook de bedoeling, want ze hebben ook nog veel vragen. Zeker in het begin hadden ze nog heel veel vragen. Ja, moet ik dat doen? Nu kennen ze het boekjes al veel beter. Ik denk dat ze het proberen ze op te lossen. Dus ik
Ik moet je aan van proberen te lezen wat het daarboven staat. Dat zwart daarboven zegt wat je moet doen. Lukt het echt niet, dan ga je het oftewel aan een vriendje vragen aan de tafel. Oftewel wacht je tot als ik kom. Oftewel laat het open. En als het open is, dan kan ik achteraf zien van oei, dat is niet gelukt. En dan ga ik met dat kind in gesprek van hoe komt dat niet gelukt is. Waar de afgeleid, is te moeilijk, heb je iets niet begrepen. Als ik het nu voorlees of uitleg, begrijp je het dan wel. Wat dat de valkuil is inderdaad als ze iets mogen vragen aan elkaar, is dat ze beginnen babbelen. Maar eigenlijk lukt dat wel nog vrij goed, heb ik het gevoel. Ze fluisteren ook, ze weten dat ze hier moeten fluisteren. Ze hebben ook zo een muffie op, dus dat is zo'n hoofdtelefoon ja. Voor het geluid af te sluiten. Dat is vooral aan de blauwe tafel, dus de meest zelfstandige groep. Omdat ze aan de instructietafel hebben ze de uitleg nodig. En bij de groene groep is het spelend leren en dan... Op zich maakt het niet zoveel uit als er dan een beetje lawaai is als je de juf hoort babbelen. Dus zo probeer ik het rustig te houden en ook door dat liedje om de 20 minuten ja. Mogen ze een keer bewegen en van die stoel komen en een keer babbelen, een keer dansen, meezingen. Ja, ik doe het heel graag. Ik vind het voor mezelf ook heel motiverend. Ook voor te differentiëren heb ik het gevoel dat ik veel meer aan de noden van de kinderen kan voldoen. Omdat ik in die instructiegroep zit, ik zie direct, ze zijn maar met 6 of met 7 is maximum. En ze kunnen niet meer verschuilen. Hè. Ze moeten antwoorden, ze moeten mij uitleggen hoe dat ze iets doen. Ja. En dan kunnen ze direct zeggen, ah, nee, het is zo, of probeer een keer zo. En dan is dat gemakkelijker om erop in te spelen. Het is ook heel rustgevend om eigenlijk met die 6 heel de tijd bezig te zijn. En dan laten ze even los, hup, ga je bij de rest. En dan hebben zij ook het gevoel van je gezien te hebben. Buiten als je met 20 en je geeft klassikaal weer les, is dat... Je staat daar vooraan en dan zeg je, oh, oei, ik zie die 6 schrift. En dan denk je, ja lap, die heeft niks ingevuld, hoe komt dat? Buiten met die 6 ga je dat niet meer voor hebben. En als je hier komt kijken, zie je ook direct van, wat is moeilijk.